Vermaatschappelijking van de zorg heeft voor mij alles te maken met de kwaliteit van onze hulpverlening, de zorgverstrekking in Vlaanderen. Goede hulp, goede zorg is zorg die eigenlijk zich ent, die eigenlijk ontwikkeld wordt in de vertrouwde leefomgeving van de hulpvrager of de patiënt. En dat wil zeggen een zorg waar mensen in als vrijwilliger betrokken zijn, waar beroep gedaan wordt op het sociaal netwerk van de betrokkenen, waar ingezet wordt op de kracht van het gezin. En daar kunnen lokale besturen een hele belangrijke rol in spelen. Zij zijn het bestuursniveau dat het kost bij die lokale samenleving staat. En die verbinding maken, die vrijwilligers ondersteunen, zorgen dat dat woonzorgcentrum de deuren openzet en eigenlijk deel gaat uitmaken van het leven in de buurt. Dat zijn dingen die een lokaal bestuur allemaal kan promoten. En vandaar dat ik een hele belangrijke partner vind in de promotie van vermaatschappelijking van de zorg.